In de vorige video hadden we het over onze grote vriend CryptoStasher. En jullie hadden het vast niet verwacht, ik ook totaal niet. Maar de community van CryptoStasher was best wel pissed off op mij. Want 95% van zijn VIP is rijker geworden. En Stasher zou mij moeten aanklagen voor smaad en laster. En ik moet met bewijs komen. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk. Ik baseer het op één slechte review. Verder niks. Alleen degene die die comment had gepost, die heeft hem daarna geëdit. Gelukkig heb ik een screenshot via mijn mobiel genomen. De old fashioned scanaway. Maar in ieder geval voor de Stasher fanboys die allemaal in de comment sectie zitten en die het waarschijnlijk via de Discord van Stasher hebben gedeeld en zeggen dat het allemaal bullshit is. Voor jullie heb ik deze tweede leuke video. Om aan te tonen dat jullie oppergod Andrew Tate 2.0 wel een scammer is. Of in ieder geval, naar mijn mening, een scammer is. Waarom ik wel geloof dat hij een scammer is. Laten we beginnen bij het begin. Ik heb maar één slechte review gepakt. Dat klopt inderdaad. De reden daarvoor is omdat Stasher's Trustpilot 900 reviews heeft. Het grote deel dus positief moest zijn van de Discord. Toch hebben we 3% met een 1-ster review wel meer dan één slechte review. Oh, dit zijn er best wel veel. Holy shit, dit is echt een heel groot verhaal trouwens. Wow, hoeveel zijn het er wel niet? Dit ziet er niet zo goed uit, hè? Sorry. En ze gaan bijna allemaal over hetzelfde. Ik denk, Leslie, dat mensen niet echt doorhebben dat de Trustpilot mensen niet zo super veel reviews zijn. En als je dan in één keer op een ding 900 reviews hebt, en dan zijn er 40 negatieve. Ja, die 40 negatieve die wel echt zijn, die worden niet meer zo snel gezien. Maar ik denk dat ze dit snappen. Alleen Stasher is geen domme man. En dat zeg ik ook zeker niet. Hij is echt geen domme man. Hij weet wat hij doet. Anders zou hij zelf ook niet zo rijk zijn. En dan zou hij ook niet zo met de Trustpilot omgaan. Want de Trustpilot is toch wel algemeen gezien het platform waar mensen naartoe gaan om te weten of iets een scam is of niet. Stasher is geen domme man. Maar wij zijn het ook niet. Iemand van jullie had al gecomment. Daar denkt Zach XPT op X er toch iets anders over. En die is iets geloviger dan een gozer op YouTube. Nou, ik vind het grappig dat Stiletto deze man aanhaalt. Want deze man, voor de mensen die weten, Zach XPT, is een man die in de crypto community heel erg bekend staat om het exposen van pump and dumpers en scammers in de crypto scene. En je zou het niet verwachten. Je zou het niet verwachten. Maar kijk deze tweet eens. Unfollow and block all the influencers who were trailing you any of these Vaporwave projects. Hey. CryptoStasher. Grappig, hij staat hier gewoon tussen. Dit is toch die Zach XPT die jij toevallig had gecomment, Stiletto? Je weet al die gozer van, die denkt er wel anders over. Die weet dat CryptoStasher geen scammer is. Nou ja, dat dus. Hij heeft dus wel meegedaan aan een scamproject. En natuurlijk komen er heel veel comments van, ja, maar dat is één keer en dat kan gebeuren. Maar dat denken jullie waarschijnlijk wel vaker. Van, 80% van zijn predictions zijn goed. En dan heeft hij er eentje die tussen valt. Dat gebeurt ook op een ander. Ja, dat kan zeker. Dat klopt ook. Dat is ook zeker een ding wat kan gebeuren. Mijn vermoeden, hè. Dit is zo'n vermoeden. Ik spreek niet uit dat het de waarheid is. Smaad en laster, weet je. Mijn vermoeden is toch 80% van de dingen die Stasher zegt inderdaad kloppen. Want hij moet toch het vertrouwen van jullie winnen. En dan eens in zoveel tijd doet hij er even een rugpull bij. Want zo wordt hij daadwerkelijk echt rijk. Want bekijk het zo. Als jullie precies hetzelfde doen als Stasher doen. Elke dag, dag in dag uit. Voor jaren. Hoe kan het dan dat hij tering rijk zijn en dat jullie gewoon goede winst hebben? De reden daarvoor is, omdat hij eens in zoveel tijd gewoon een rugpoeletje zoals dit doet. Zodat hij toch het geld binnenhaakt. De reden daarvoor is dat hij een hele cursus heeft gemaakt van bijna 300 euro. Van dingen die je gewoon op YouTube kan vinden. En ja, misschien kan je dat niet echt een scam noemen. Een cursus van dingen die je online heel makkelijk kan vinden. Want dat is school eigenlijk ook. Een hele lange cursus van dingen die je op YouTube kan vinden. Maar als we dan toch bij de feiten blijven, vind ik het toch grappig dat er wordt gecomment Zach XBT. En dat hij gewoon op zijn page staat met een scam. Ik wil gewoon heel duidelijk maken aan iedereen. 99,99% van iedereen die een cursus verkoopt zich voordoet als Andrew Tate en een Discord server heeft waarop ze crypto delen waar je voor moet betalen en in de VIP moet zitten. Gewoon scammers zijn. Geloof me, er zijn genoeg Nederlandstalige en Engelstalige kanalen die je crypto tips geven dat gewoon gratis is. Waarvan je niet eens alsof hij een rugpull hebt. En als je dat allemaal ook te eng vindt, investeer dan gewoon heel simpel in de top 10 coins. En dan kom je er ook wel. Maar doe niet mee aan die rugpulls. Zoek gewoon crypto op YouTube op en je hebt allemaal goede kanalen. Lark Davis, een geweldig kanaal. Altcoin Daily, geweldig kanaal. Of ga naar Reddit, voor een paar van de crypto Reddits. Maar doe je eigen research en doe niet één op één wat een of andere idioot in de Discord vertelt. Die een 300 euro cursus verkoopt van troep die je gewoon online kan vinden. En ik weet dat er genoeg mensen in deze comment sectie nu gaan zijn die CryptoStasher alsnog gaan verdedigen. Eén rugpool. Ja, één rugpool die bij iemand zoals Zach XPT bekend is. Maar dat betekent niet dat er niet meerdere zijn. Ik denk niet dat mensen snappen, Leslie, dat een rugpool niet per se elke keer 95 of 80% van een hele coin hoeft te zijn. Maar dat je ook een rugpool van 5 of 6% kan hebben. Waarop die ook heel veel stash als je een hoog bedrag neerlaagt. Of dat er niet meerdere komen.
Wie weet was het een foutje. Maar wil jij het risico lopen? Dat hij volgende week weer per ongeluk een rugpool heeft? En de week daarop weer per ongeluk een rugpool? Maar jij vertrouwt hem zo erg. Jij zit al 3 jaar in die Discord. Dat je zeker weet dat het nooit meer zal gebeuren. Misschien is het wel heel erg ongeluk. En misschien zijn die paar keren dat je verlies hebt geleden in de afgelopen 3 jaar... ook gewoon per ongeluk. Kan gewoon een bad call zijn. Tuurlijk, dat kan. Maar blijf onthouden dat als het echt zo makkelijk was, dat er veel meer mensen zoals dat zouden rondlopen op aarde. Dat jij en ik het ook zouden kunnen. Ik investeer ook al jaren in crypto. En ik moet eerlijk zeggen, mijn winst is ook best wel lekker. En ik ben nooit in een Discord zoals dit gekomen. En zelfs Stasher zelf doet gewoon op Twitter alsof het een grapje is. Maar ik hoop toch dat ik en misschien een paar andere YouTubers en of mensen zoals ZackXPT er toch voor kunnen zorgen dat er niet meer mensen jouw domme army joinen. De verloren zielen die nu al bij je zitten, die mag je hebben. Misschien dat ze ooit om de dag erachter komen van, hey, was dit nou zo slim? Maar voor nu is het idee dat het hierbij stopt. In ieder geval, dit was even een opvolging van de video van eergisteren. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. En als dat zo was, doen zeker even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Comment waar de volgende video over zou moeten gaan. En zeg ik zoals gewoonlijk weer, ik hou van jullie. En tot de volgende video. Later. Bitch boy, je weet toch? Boys om jou heen, hij moest niet op. Boys om jou heen, hij moest niet op. Je weet toch?